Welkom bij de uitleg van basisstof 3. In deze basisstof gaan we het hebben over voeding en leefstijl. En we gaan het hebben over de schijf van 5 en wat je eruit kunt aflezen. We gaan het hebben over wanneer je in balans bent en we gaan het hebben over wat eetstoornissen zijn. Terwijl ik deze video opneem. Wat je dan niet vaak weet, is dat ik deze video inmiddels <laughs> al drie keer hiervoor opgenomen heb. En dat heeft te maken met het onderwerp van deze, deze basisstof. Het onderwerp is voeding en leefstijl. En dat wil dus zeggen dat jij moet gaan kijken naar wat is dus gezond en wat is ongezond. Wat zijn gezonde voeding, wat zijn gezonde dingen om te doen, wat is ongezond. Ik vind het lastig om bij deze basisstof helemaal neutraal te blijven. En dat is ook een beetje wat er met dit onderwerp gebeurt. Als je het hebt over voeding en gezondheid, daar zijn ontzettend veel meningen over. Er zijn ontzettend veel verschillende kijkhoeken, hoe je naar dingen kunt kijken. En ik heb het dus nu al twee keer opgenomen en ben al twee keer gestopt omdat ik van mijzelf dan vind dat ik te veel mijn mening geef en dat is niet helemaal de bedoeling van deze video's vind ik. Dus ik ga hem nog een keer opnemen en ik zal nu proberen mijn mening iets meer op de achtergrond te houden, want ik denk dat dat jullie veel meer helpt. De schijf van 5 als eerste. Hier had ik een heel verhaal over waarom ik er van alles en nog wat van vond. Dat krijg je dus nu niet van mij. Ik vertel je alleen eventjes wat de bedoeling is van de schijf van 5. Het is gemaakt door het voedingscentrum en je ziet dat dit je hele dagelijkse Voeding is. En al die taartpuntjes staan voor bepaalde groepen met voedingsstoffen. Dus bijvoorbeeld het blauwe gedeelte staat voor water, het groene voor groente en fruit. En in deze verhoudingen adviseert het voedingscentrum dat jij moet eten. Dus dit moet je eigenlijk allemaal eten in deze verhouding elke dag. Hier kun je van alles van vinden. En wat ik al zei, hier ga ik verder niet uh, verder op in. Zeker wel interessant om eens naar de website van het voedingscentrum te gaan, is te lezen wat hierbij staat. En zelf eens te bedenken wat je ervan vindt. Um, want ja, het is ook goed om een mening te vormen over dingen. Maar wel op basis van feiten. Dan gaan we even naar in balans. Wat is het nu uiteindelijk? Het is heel simpel met jouw lichaam. Jij moet zoveel eten en drinken als dat jouw lichaam nodig heeft. En dat moet in balans zijn met wat jouw lichaam verbruikt. Oftewel, je inname moet in balans zijn met je verbruik. Dat verschilt per persoon wat jij nodig hebt. Ik heb hier eventjes een gemiddelde man en een gemiddelde vrouw opgeschreven. Een man heeft ongeveer 2500 kilo calorie per dag nodig, een vrouw 2000. Je ziet dat een vrouw vaak wat minder energie per dag nodig heeft. En je zult ook zien dat op het moment dat jij in de ontwikkeling zit, bijvoorbeeld in de puberteit, mannen in de puberteit hebben veel meer calorieën nodig dan mannen die niet in de puberteit zitten. Dat geldt voor vrouwen natuurlijk ook. Dus het is soms best wel lastig om te bepalen van nou, wanneer ben ik nou in balans. Kijk, als jij veel te veel eet, dus je krijgt meer binnen dan je verbruikt, dan word je dikker. En op het moment dat jij minder binnenkrijgt dan dat je verbruikt, word je dunner. Het is ervan uitgaande als je op een gezond gewicht zit, en dan is het dus mooi ook als je je verbruik en je inname met elkaar afstelt. Dit gaat niet alleen over energie, want die kilocalorieën dat geeft aan hoeveel energie er in eten zit. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat je voldoende vitamine krijgt, mineralen, vezels zijn super belangrijk voor je darmen. Want die stimuleren je darmen om goed die peristaltische beweging te maken. Daar gaan we het volgende video over hebben. Die balans is vaak lastig. Je moet je echt wel realiseren dat je de hele dag verleid wordt. Als je om je heen kijkt door de stad loopt en allemaal lekkere geuren, winkels die je proberen te verleiden met allerlei ongezonde dingen vaak. Um, nou ja, kijk maar eens om je heen. Het is soms best wel constant dat je geconfronteerd wordt met allerlei dingen die misschien wel heel lekker zijn, maar niet gezond om constant te eten. Als je dus veel meer inneemt dan dat je verbruikt, dan word je dus te dik en krijg je overgewicht. Hartstikke ongezond om overgewicht te hebben. Er zijn allerlei gevolgen die dat heeft voor je lichaam. En als je ernstig overgewicht hebt, dan noem je dat obesitas. En dat kan zelfs zo erg worden, obesitas, dat dat direct levensbedreigend wordt. Omdat het gewoon voorkomt dat jouw lichaam goed kan functioneren. Uh, dit is een oude foto uit, uh, uit een krant. Ik weet ook niet meer welke krant dit was. Uiteraard geen Nederlandse krant, want dat zie je wel aan de titel. Tragic Toddler Weighs 9 Stone. Nou, ik moest het zelf weer even opzoeken hoeveel dat was. Dit jongetje weegt 57 kilo. Nou, je kunt aan alles zien van dit kindje dat hij gewoon mega overgewicht heeft. Je moet je voorstellen dat zo'n zo lichaam van een kind, maar ook van een volwassene, op het moment dat je zo ontzettend overgewicht hebt, ontzettend te lijden heeft. En het is niet alleen slecht voor al je organen en voor je lichaam, maar je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat je hier gewoon absoluut niet blij van wordt als kind, maar ook als volwassene, als je veel zwaarder bent dan dat je eigenlijk zou willen zijn. Dan nou kan dit kindje er niet zoveel aan doen. In dat artikel staat ook dat deze ouders natuurlijk dit kind eten geven. Dus dat, dat kindje dat heeft daar niet zo heel veel over te zeggen. Behalve dat hij enorm hard begint te huilen en schreeuwen als hij geen eten krijgt. Maar ja, dan is dus dit wel het resultaat als je al maar eten blijft geven. Dan gaan we tot slot nog naar eetstoornissen. En dat kun je een beetje zien als een aandoening waarbij iemand een ongezonde relatie met voedsel heeft. Er worden er twee genoemd. En dat zijn anorexia nervosa. Dan is iemand niet te dik, maar ervaart wel dat diegene te dik is. En je hebt bulimia nervose en dan is iemand bang om te dik te worden. En wat je dan vaak ziet is dat iemand aan de ene kant wel eet bij je heeft, dus in één keer heel veel eet. Maar vervolgens ook weer extreme handelingen verricht om juist dus weer gewicht te verliezen. Dus ook een heel ongezond levenspatroon. Dit wat ik hier nu op papier zet, of op powerpoint eigenlijk, is eigenlijk veel te kort. En doet eigenlijk geen recht aan wat een eetstoornis is. Op het moment dat je hier twijfels over hebt of dat je bijvoorbeeld bij jezelf... En uh, je hebt misschien wel het idee dat jij een ongezonde relatie met eten hebt. Om, er zijn natuurlijk veel meer manieren waarop dat kan. Het kan zijn dat je dus stoornis hebt zoals je hier ziet, maar er zijn nog veel meer manieren waarop je een ongezonde relatie tot voedsel kan hebben. Kan ik je alleen maar adviseren om contact op te nemen met bijvoorbeeld je huisarts om eens in gesprek te gaan? Zoek dus een professional op om je daarbij te helpen. Er zijn allerlei manieren waarop je geholpen kunt worden. En het is wel belangrijk voor een, vaak voor een blij leven en een gezond leven, dat je wel een relatief gezonde relatie ten opzichte van voedsel hebt. En ik snap ook dat als ik dit nu zo zeg, dat dat makkelijker gezegd is door mij dan dat dat in werkelijkheid zo is. Het is sowieso heel lastig om, nou, om te gaan met alle verleidingen om je heen. Maar bij twijfel, neem gewoon contact op met je huisarts of een andere professional om je te helpen. En die kun je dan vaak veel beter op weg helpen en je dus misschien wel leiden weer naar een wat gezondere relatie ten opzichte van voedsel. Dan was dit het einde van de uitleg over voeding en levensstijl. Ik heb hier geen samenvatting bij, want ja, er is niet zo heel veel over samen te vatten. Mocht je dat nou wel willen, loop dan even de slides nog een keer af en schrijf dan op wat er boven alle slides staat. En dan heb je toch een, een beknopte samenvatting. Heel veel succes en tot de volgende.